Mark van der Marel, het is januari, ook al voelt het als april geloof ik hier in Portugal. De eerste seizoenshelft zit erop. Ben je helemaal klaar voor die tweede of kijk je nog een beetje terug naar die eerste? Nou, kijk, ik denk dat we zeker klaar zijn voor de tweede helft. Alleen, ja, je mag ook terugkijken op een uitstekende eerste. En, ja, daar hebben we het ook over en we willen daarop voortborduren, dat is duidelijk. Wat is het belangrijkste wat jullie door willen zetten in die tweede seizoenshelft? Nou, je zag toch tegenstanders gaan zich ook op ons instellen. En ja, daar hadden we op een gegeven moment wel een beetje moeilijk mee. En wij moeten, de ruimtes worden steeds kleiner en daar moeten we oplossingen in zien te vinden. En het positiespel is goed, maar het moet beter. En we hebben ook mindere wedstrijden gehad, dat is duidelijk en dat hoort erbij. Alleen voornamelijk de kleine ruimtes, dat moet beter, daar moeten we beter mee om kunnen gaan. En dat is denk ik een groot doel voor deze tweede helft. Hoe train je daarop? Nou, je probeert de patronen erin te slijpen en de trainers geven looplijnen aan en een manier. Maar goed, uiteindelijk moeten we het zelf doen en je moet toch je moet toch zelf aanvoelen, zeg maar, in de wedstrijd zelf. En ik denk dat we daar heel sterk in zijn en we moeten niet te veel met opdrachten gaan zitten, want dan komt het niet helemaal uit, denk ik. En ja, we moeten vooral gewoon blijven zoeken. En we hebben veel middenvelders die graag willen zoeken, dus dat moeten we vooral doen. En voor de backs is er meer werk aan de winkel dan alleen verdedigen? Ja, klopt. Nee, de backs die krijgen nu ook een belangrijkere rol. Die staan wat dieper langs de lijn en die worden ook wat meer betrokken. En dat is prettig voor een back. Is het meer denkwerk dan je de afgelopen jaren hebt gehad? We moeten het spel moeten we verbeteren. En vorig jaar zaten we hier anders in trainingskamp. Dat toch een beetje... Ja, het wordt een beetje spannend misschien. En, dus nu leven we in mijn optiek relaxed ernaartoe. Maar we willen wel hier heel erg graag blijven. Op die zesde plek bedoel je? Op die zesde plek, ja. Hoe groot, niet in Portugal. Hoe groot acht je die kans? Nou ja, goed. Kijk, we hebben eerst zelf gewoon goed gedaan. En als wij zo door blijven gaan, ja, dan weet je nooit wat er mogelijk is. Alleen, ja goed, het is... boven verwachting uiteraard. Alleen ik hoop dat we deze lijn voort kunnen zetten. Alleen ja, het is toch afwachten, blessures, schorsingen, hoe dat allemaal gaat lopen. Maar ik ga met vertrouwen tegemoet.